Mijn naam is Arend Swaap. Ik leid het Fiets Dynamica Lab hier aan de TU Delft. We kijken vooral eigenlijk naar dynamica en besturing van fietsen. Een van de vragen is waarom blijft een fiets rechtop als die rijdt? Maar vooral ook wat doet de berijder op de fiets? Mijn werk bestaat voor een groot deel uit begeleiden van studenten. En dat zijn dan afstudeerders, bachelor- of masterstudenten, maar ook promovendi. En die doen hier in het lab eigenlijk al het werk. Ik geef alleen maar richting daaraan. En dan natuurlijk ook nog een stukje onderwijs wat ik mag geven. Dat is ongeveer zijn mijn werkzaamheden. Deze fiets die voor ons staat heeft een accu. En ik geloof dat dit zelfs de fiets is met de enige fiets die een 600 watt accu heeft. Hoe meer accu je hebt, hoe meer benzine je eigenlijk in je tank hebt zitten en hoe verder je kan. Maar mijn ervaring is dat de accu nooit te groot genoeg kan zijn. Hoe groter, hoe beter. Want ja, dan kan je gewoon weer verder fietsen. Met zo'n 600 watt accu, maar dan moet ik gokken hoor, het hangt ook een beetje van de fiets af, maak je zo'n 60 tot 70 kilometer misschien kan je op hoge stand. Maar als je hem dan op eco zet, dan kan je minstens twee keer zo ver. Deze fiets heeft een middenmotor en daar zien we de laatste tijd veel meer van. Een andere uitvoering zou kunnen zijn met de motor in het voorwiel. Als het gaat over fietscomfort, dan zou ik zelf wel geneigd zijn om te zeggen, nou, als het kan, kies voor een middenmotor, want die voormotor die maakt gewoon die voorbouw nogal zwaar. En bij het rechtdoor fietsen en het balanceren, ja, in eerste instantie merk je niet zoveel, maar als je plotseling uitwijkingen moet doen, ja, dan moet je toch meer aan dat stuur gaan draaien en trekken. Nou, allereerst is het hartstikke fijn bij e-bikes dat je zulke mooie verlichting hebt, hè? En niet zitten klungelen met losse lampjes en zo, want ja, je hebt je accu aan boord, dus er zit altijd verlichting aan. En het is ook zelfs zo dat als de accu bijna leeg is, dat hij met de ondersteuning stopt, maar dat de verlichting het nog steeds blijft doen. Hè, dus het laatste stukje dan wel zonder accu naar huis, maar wel met verlichting. Hierachter zit de normale verlichting. Als ik nou aan de remhendel knijp, dan wordt dat licht ineens veel feller. Als je eigenlijk verandert van velgremmen naar hydraulische remmen of naar schijfremmen, doe dat eerst even voorzichtig. Dat je leert, oh, ik kan met veel minder remkracht eigenlijk dezelfde remvertraging krijgen op mijn fiets. Ik zeg altijd zo, een fiets dat is eigenlijk een verlengstuk van jezelf. En in die zin moet je ook gewoon wennen aan dat nieuwe zadel. En dat duurt gewoon even. Dat gaat niet op een dag, op 1 of 2 dagen. Dat is misschien ook zoals je aan een nieuwe buurman moet wennen of zo, ik noem maar wat.